Goedendag kijkers en welkom bij Coffee Break. De naam zegt het al, we nemen een koffiepauze en in deze koffiepauze praten we met hele interessante vrouwen. We zitten hier te Daily Cuisine Puur en dit programma komt tot u met de complimenten van Mico en Puro Coffee. Wie mijn gast is, nou ze staat er al, mag ik uitnodigen Kirti Algu. Kirti, welkom in het programma. Het programma is Coffee Break, dus we praten even over koffie. Ben jij een koffiemens? Ja. En wat houdt dat in? Ik drink 's ochtends zo vaak als mogelijk een kopje koffie. En hoe laat is je eerste koffie? Het varieert. Hangt er vanaf wat er op het programma staat. Als ik vroeg uit huis moet, en ik heb een afspraak om 8 uur of om 9 uur, dan is mijn eerste koffie al rond 7:30, tussen 7 en 7:30. En stel dat je geen koffie zou drinken? Geen nood. Nee? Geen nood, nee. En wat doet koffie eigenlijk met je? Geeft je even een kick. Een boost. Een boost. Een energy boost. En ik denk, dames en heren, dat Kirti deze energy boost echt nodig heeft. Want het is een vrouw met vele talenten niet alleen, maar met een lood van werk en activiteiten op haar schouder. Dus we gaan onder het genot van onze koffie gaan we een babbeltje maken. Ik denk dat het goed is dat we onze koffie even klaarmaken. Ik ben wel een suikermens, dus ik ga suiker doen in mijn koffie. Voor mij niet graag. Oh, je doet het alleen? Nee, dat niet. Oké. Maar ik hou wel rekening met mijn calorieën. Dat zegt al een deel van waar we over gaan praten. Kirti, de belangrijkste dingen die je doet in het leven op dit moment, en dan praat ik over werk en over recreatie, wat zijn die allemaal? Nou, ik ben betrokken bij het sportgebeuren. Dat is dus voor een deel recreatief bezig zijn, maar voor een ander deel ook bestuurlijk bezig zijn. Dus eigenlijk ook een deel van mijn passie. En een primair deel van mijn leven gaat dus aan het werk. Ik ben verbonden aan het Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, op de universiteit. Daar ben ik dus fulltime wetenschapper. Ik hou me primair bezig met onderzoek en voor een deel met onderwijs. En je doet nog meer? Ik sport. Oké, vertel. Ik doe Pencak Silat al misschien even 10 jaren, bijna 10 jaren. En 15 jaar al taekwondo. Oké, en ik weet het wel natuurlijk, maar jij bent niet een van de beginnelingen. Je zit vrij hoog wat Pencak Silat en taekwondo betreft. Mm-hmm. Vertel maar, ze weten allemaal wat voor banden er zijn, dus jij hebt die hele donkere band, hè? Ja, ik heb mijn derde dan in taekwondo. En ja, binnen Pencak Silat hebben we niet zeg maar zo'n gradatiesysteem. Maar ja, het gaat allemaal te technisch worden, maar ik ben dus wel tot een van de kaderleden binnen de school. Oké, en het SOC? Ik ben bestuurslid bij het... Je was het vergeten, hè? Bij het Surinaamse Olympisch Comité en trek dus het Gender en Sportcommissariaat. Oké, daar komen we zo meteen op terug. Ja. Je bent docent op de universiteit, mm-hmm. Je doet zelf aan sport, twee takken van sport. Je bent bij het SOC. Mm-hmm. Er zijn maar 7 dagen in de week. Hoe combineer je dat? Met passie en liefde. Ja, maar goed, het gaat om de tijd. Het gaat om de tijd. Nou, het is heel eenvoudig. Ik heb de volledige ondersteuning van mijn ouders. Ik woon bij mijn ouders. Dus in principe heb ik heel veel ruimte om te doen wat ik wil. En ik zorg ervoor dus dat ik mijn tijd wel goed genoeg manage. En de prioriteiten bepaal die inderdaad een maatschappelijke waarde hebben. En die toevoegen aan de kwaliteit van het leven. Mm. En dat kan je dus heel gauw Oké. maken. Goed, als ik zo naar je kijk, een jonge, klein van stuk vrouwtje, geeft les op de universiteit, ook wel eens aan mensen die ouder zijn dan jou, heeft te maken met stof overbrengen, maar ook met een stukje gezag. Is het moeilijk? Nee. Nee, dat gaat heel vlot, omdat je houdt rekening dus met de setting. En je spreekt dus vanuit een bepaalde autoriteit. En tegelijkertijd hou je rekening met een stukje coaching in relatie met de student. Dus ja, leeftijd, soms speelt dat een rol. Mm-hmm. Ik heb niet zo lang terug een app gekregen van een student. En die student is volgens mij in de 40 of 50. En ze zag me ergens performen.
Pentjaxila performance geven. En ze zei van, hey, mevrouw Algo, dat is heel vlot. Ik keek naar dat filmpje en ik dacht, wat een vlotte vrouw, wat een vlotte dame. En toen ik goed keek, zag ik van dat u het was. Want dan lees je zo weer app en dan denk ik, oké, leeftijd speelt een rol. Maar ja, dat is off the record. Wanneer het gaat om de professionele zaken, dan vinden we altijd een balans. Dus zo'n punt is het niet. Mm-hmm. En welk vak verzorg jij? Even goed nadenken. Op dit moment geef ik dus op de bacheloropleiding sociologie. Geef ik dus religie, cultuur en samenleving. De masteropleiding heb ik dus nu een vak dat gaat over religie. En ik trek een module religie, etniciteit en demografie. Daarnaast heb ik filosofie van dus het Caribisch gebied en Latijns-Amerika gedoseerd. Een stukje kwalitatief onderzoek, cultuursociologie in het verleden gedaan, methoden en technieken. Maar goed, dat is een heleboel natuurlijk. Maar als wetenschapper moet je steeds bezig blijven. Ja. Studeer je nog of hoe hou je jezelf up-to-date? Nou, dat is een scherpe vraag. Wanneer je bezig bent met wetenschapsbeoefening, dan hou je bezig met het ontwikkelen van kennis. En kennis die je dus kunt toepassen op de praktijk en die eigenlijk een maatschappelijke waarde hebben. Ik hou mezelf bij, dus door regelmatig te lezen, maar ook me bezig te houden met maatschappelijke vraagstukken. Kijk, we hebben dus nu twee projecten, twee onderzoeksprojecten. Eén gaat over de Indiase astrologie. En ja, wat er is nu overspoeld met heel veel Indiase astrologen, maar ja, hoe gaan we ermee om? Mm-hmm. Dus wij doen dus nu op dit moment een onderzoek daarnaar. En het tweede is dus sport. Ik heb een paar sportprojecten. Eén betreft dus een publicatie voor een sportbond. En dat is eigenlijk meer om zeg maar vast te stellen wat die sportbond of wat die tak van sport heeft geproduceerd aan kennis, maar ook aan ervaring. Mm-hmm. Je probeert scherp te blijven, je probeert eigenlijk ook de wetenschap in dienst te stellen van die samenleving. Want vaak moet je denken van oké, wanneer gaat dan wetenschap beginnen? Mensen in een ivoren toren, mensen die in boeken duiken en geïsoleerd zijn, nerd zijn. Maar dat is niet waar. Okay. Dat is niet waar. Dus mijn grootste uitdaging is nu om studenten zo ver te krijgen dat ze dus tijdens hun carrière, tijdens hun opleiding ook durven om met die samenleving in discussie te gaan over wetenschappelijke bevindingen. Oké, en toch loopt sport een beetje als rode draad door je leven, zelfs bij je werk op de universiteit heb je een gedeelte sport. Dan wil ik gaan naar het stukje van het SOC. Jij bent zeg maar de enige dame als bestuurslid tussen een heleboel heren. In het kort, hoe ben je daar terecht gekomen? Dat is een apart verhaal. Het was in december 2017 toen ik werd benaderd door het SOC. En er werd gevraagd dus dat er een plek vrij kwam, omdat dus een dame uit dus het vorige bestuur, of tenminste dit bestuur, zich had teruggetrokken. En ja, het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, die stelt dus gender equality een belangrijk principe is, dus bij de samenstelling van NOC bestuursleden. NOC zijn Nationale Olympische Comité's. Dus het SOC telde toen alleen maar heren. En toen werd er gevraagd of ik belangstelling had. Nou, ik was dus pas gepromoveerd in april 2017. We hadden een huwelijk in de familie, mijn broertje trouwde in september. Dus eigenlijk wacht ik zoiets van, ik wil even niks afweten van drukte, want we hadden zoveel professionele, maar ook persoonlijke uitdagingen. Mm-hmm. Binnen het gezin en ik zeg, ik zal erover nadenken. En op een gegeven moment vroeg ik me af van wat wil ik ermee? Want eigenlijk aan tijd, ja, tijd is geen luxe, je zei het net ook, maar wat levert het op? En ik ben iemand, ik luister vaak naar mijn hart, niet naar mijn verstand. Het verstand zegt altijd van, je hebt weinig tijd, je hoeft het niet te doen. En mijn hart zei van, je kan iets doen. Mm-hmm. Grijp het aan en een weg zal zich openbaren. En toen van het ene kwam het andere. Ik zei van, ik stemde in en zo rolde ik dus in het bestuur. En de eerste vraag die ik kreeg is, waarmee wil je bezighouden? Nou, ik zal eerlijk zijn, dus ik ben geen genderspecialist. Ik ben ook niet echt al een sterke activist. Dus, ja, ik zie mezelf vaak als een technocraat met een passie voor wetenschap en een atleet. Maar
ik dacht in mezelf, nou, als het Internationaal Olympisch Comité dat van gender toch zo hoog op de agenda plaatst en het heeft mijn pad gekruist, moet ik dat zeker de waardige plek toekennen. En zo koos ik dus voor het Gender en Sportcommissariaat en van het een kwam het andere. Gestart met een kleine groep en uiteindelijk uitgegroeid tot zeg maar een commissariaat waarbij mensen, ik denk wel, toch wel met redelijk respect en vertrouwen naar opkijken. Natuurlijk met de nodige commentaren hoor. Ja. En daar wil ik even op ingaan. Nou, niet echt in de diepte, maar je bent nu met dat commissariaat bezig met een heel speciaal project. En dat is, jullie willen een beetje vechten tegen seksueel molest in de sport. Mm-hmm. Het is natuurlijk, we staan in de kinderschoenen wat dat betreft, maar de stappen zijn gezet. En ik wil weten waarom, ik wil niet weten wat je allemaal gaat doen, maar waarom heb je gekozen om dit onderwerp in elk geval te gaan belichten en mensen bewust te maken ervan? Oké, het is een samenloop van omstandigheden. Toen ik aantrad als bestuurslid bij het SOC, kreeg, dat was in januari 2018, nou maart, 8 maart 2018 hadden we dus onze eerste activiteit. Dat is in verband met Internationale Dag van de Vrouw. En wij kregen dus, ik heb dus toen een soort sessie georganiseerd, een ride the wall session, waarbij wij dus aan dames vroegen van verschillende lidbonden om gewoon neer te pennen hun visies, hun percepties over hoe het beter kan in de sport. Ten eerste dus op het gebied van veiligheid, maar ook dus de vertegenwoordiging van vrouwen. En een heleboel dingen kwamen toen los. We hebben dus het allemaal vervat in een verslag. En dat verslag is de leidraad geweest voor al onze activiteiten. Een van de speerpunten was dus het veilig maken van die sport. De clubs op zich die scoorden beter. Als het ging wat bedoel je met veilig? Veilig, dus gewoon in general veiligheid van sporters, van atleten. Dus het was een ruime, vrij ruime vraag. Ja. En de clubs die scoorden beter dan de bonden. En die sessies die hebben dus eigenlijk in een gewichtig woord, dus een soort incrementeel beleid, dus iets dat is gegroeid. Mm-hmm. Bij die workshops kregen we steeds impulsen. En ik zei het al, ik volg voor een heel groot deel, dus ook het hart, de passie en de energie die vrijkomt op zo'n sessie. Wat zeggen de dames, wat zeggen de participanten zelf, welke richting willen ze opgaan? En dat is eigenlijk de fuel van alle activiteiten. Mm-hmm. Maar seksueel molest, daar wil ik even op komen. Dat kwam ook naar voren. En nu zijn jullie daar heel hard mee bezig. Ja. Wat is de drive geweest daartoe? Wij hebben dus, er zijn twee, dus één heeft te maken met de flow die ik daarnet benoemde. En het tweede heeft te maken met ook een stukje internationale agenda. Daarnaast hebben we dus met de actualiteit te maken. We hebben dus de Surinaamse voetbalbond, waar dus er een case was. En ik had zoiets van, ik kan vanuit het Surinaamse Olympisch Comité met een gender- en sportcommissariaat het onmogelijk toezien dat we te maken hebben met zo'n activiteit, met zo'n fenomeen en we schenken er geen aandacht aan. Voor mij kwam dat niet. Mm-hmm. Dus dat is mijn persoonlijke motivatie en het kwam ook ter sprake tijdens de workshops met die van het commissariaat. En wij hebben dus toen ervoor gekozen om een awareness campagne te starten. Zo begon het. Goed, onze break is bijna om. Ik wil toch wel weten, ik blijf nog even op dit punt. Als je zeg maar afzwaait bij het SOC ten aanzien van dit onderwerp, wat wil je achterlaten? Wat wil je hebben achtergelaten? Oké. Het is een hele goede vraag. Ik heb erover nagedacht. Eigenlijk al een paar maanden terug. Wat wil ik achterlaten? Ik denk sowieso instrumenten waar lidbonden, clubs wat aan hebben. En we zijn dus nu bezig met een gedragscode. Ik hoop van harte, dat is echt een baby van het commissariaat. Ik hoop van harte dat de lidbonden en ook andere organisaties ermee aan de slag gaan. En twee is dus, ik hoop dat we erin slagen als sportgemeenschap om een structuur op te zetten om klachten met betrekking tot seksueel molest aan te pakken. Dat is twee. Derde heeft te maken met een stukje awareness. Als er binnen een club al wordt gepraat over hoe om te gaan met elkaar, dan ben ik tevreden. Oké.
We staan nog steeds in de kinderschoenen wat dit betreft, maar de stappen zijn gezet en ik denk dat jij hiermee een beetje uniek bent geworden, want jij bent de vrouw die de officiële stappen gezet heeft om die fight aan te gaan, fight tussen aanhalingstekens, tegen in dit geval seksueel molest in de sport. Maar we weten dat je heel erg druk bent, Kirti. Onze break is voorbij, we hebben onze koffie gehad. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het is heel smakelijk, want het is van puur. En ik heb een presentje voor jou. Als je een beetje haast hebt, dan kun je koffie in dit koffiebakje zetten. En dan neem je lekker mee naar de universiteit, naar je taekwondo, naar je penjaksilaat, naar het SOC. Noem maar op, alsjeblieft. Dankjewel. Bedankt voor je bijdrage aan deze koffiebreak. Veel succes. Nou, dat was dus Kirti Algu, onze gast vandaag bij Koffiebreak. We gaan lekker door met onze koffie en natuurlijk ons gebakje. Ik groet in elk geval voor deze aflevering en we zijn heel gauw terug bij u. Dank u wel voor uw aandacht.